zijn weer begonnen met schooltuinieren. Hier op de schooltuinakker in de Zoete Aarde, buurtuin Zoete Aarde. En wij noemen onszelf de goudsbloemen. En vandaag hebben we goudsbloemzaadjes gezaaid. We hebben vorige week aardappeltjes gepoot. We hebben tuinbonen gelegd. We hebben uitjes geplant en sjalotten geplant vandaag. En we hebben ook nog bonenkruid gezaaid. En radijs. En de radijs was vandaag al opgekomen. We zijn goed gestart en we zijn heel blij dat we weer kunnen. En dat er weer kinderen kunnen komen, ondanks onze coronacrisis. Zoals je ziet is het dit jaar een beetje anders dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we een coronapad en later noemden we dat de Via Calendula. Nu hebben we vandaag goudsbloemen gezaaid, ouderwets in schooltuintjes. We hebben 4 scholen die met hun groep 5 komen. En tussen die scholen is een strook nu nog leeg. Daar komen straks aardbeienplantjes. Het wordt superleuk.